allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Gemes, haar naam is Bea, die daar iets verderop zit. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En ja, we zijn er terug weer al aan begonnen. Hè? Dus ik ga hier nu vandaag weer al de antwoorden zeggen van het Reviewed Pursuit vragen. En laat ook in de comments weten wat je er eigenlijk terug van vindt. Dat ook. Dan ben ik er ook altijd blij om. Voilà. Ik heb de twee volgende kaartjes weer genomen. We gaan opnieuw twee kaartjes voorlezen. Maar eerst de antwoorden van gisteren. Oké, dus ja, ik weet niet welke volgorde dat ik het al had gelezen. En die fragmenten staan op mijn gsm en die ga ik zelfs toch nog af moeten halen. In welk Afrikaans land vind je de Western Deep met 3840 meter de diepste mijn ter wereld? Dat was dus Zuid-Afrika. Welk grijswitte rol vertolkt Ian McKellen in The Lord of the Rings? Gandalf. Hoeveel voeten paste er in de Romeinse stap? 5 voeten. Tot welke dier groeit in vaars op? Een koe. Welke van onze cellen wordt nooit vervangen? Jammer genoeg onze hersencellen. Bij welke tennisslag valt de bal wel binnen de lijnen, maar is hij te hoog voor de tegenstander? Of tegenspeler? Een lob. Dat was dus de eerste vragen en antwoorden. Nu de tweede. Welk land trekt 30% meer toeristen dankzij de Lord of the Rings? Dat is in Nieuw-Zeeland. Welke VTM-koppelprogramma piekte met een kijktop van 1.336.000 kijkers? Olivier de Rijke. Welke Romeinse keizer kennen we ook als stripfiguur? Nero. Welke sprookjesmeisje sliep wel 100 jaar alvorens een prins haar zoenend wekte? Dat was dus Doornroosje. Bij welke aankoop van welk toestel let je op het aantal megabytes? Dat is een computer. Welke sport wordt met 6 spelers aan elke zijde van een net gespeeld op een rechthoekige terrein van 18 bij 9 meter? Dat moet zijn volleybal. Nu de nieuwe vragen, maar nog niet de antwoorden. Welke ingebeelde lijn loopt dwars door Afrika en verdeelt de aarde in twee gelijke helften? Dus ik herhaal. Welk ingebeelde lijn loopt dwars door Afrika en verdeelt de aarde in twee gelijke helften? Wie is de allerbeste vriend van Asterix de Galliër? Ik denk dat mijn schat dan wel weet. Die was dus niet op mijn volg. Ik zal de vraag ook nog eens herhalen. Wie is de allerbeste vriend van Asterix de Galliër? Als je ja klinkt, dan weet ik genoeg. Ik denk het wel. Oké. Welke rivier staken de Duitse troepen het eerst over toen ze België binnenvielen? Welke rivier staken de Duitse troepen het eerst over toen ze België binnenvielen? Welke frisdrank beweert dat het the real thing is in reclamespotjes? Welke frisdrank beweert dat het the real thing is in reclamespotjes? Wat is de kleinste? Een amoedu, een bacterie of een virus? Wat is de kleinste? Een amoebe en a. Amoebe, een bacterie of een virus? Welke sport beoefent Mike Tyson
toen hij zijn tegenstrever een half oor afbeet. Ah ja, ik ben nog bekend voor. Welke sport beoefende Mike Tyson toen hij zijn tegenstrever een half oor afbeet? Welke Limburgse plaats staat bekend om zijn speculoos? Of speculaas? En ik heb het al eigenlijk al verklapt, mentaal. Welke Limburgse plaats staat bekend om zijn speculaas? Weet jij dat, schat? Allee, gewoonte. En weet je het genoeg? Weet je het nu genoeg? Ja, maar heb je het ook meer gegeven aan de kijkers? Ja, een kleine tipje van de sluier. Ja, dat klopt. Tot welke ras behoorde de gevaarlijke Gimli uit In de Ban van de Ring? Tot welke ras behoorde de gevaarlijke Gimli uit In de Ban van de Ring? Ligt het Tunesische Djurba, de oudste kerk, moskee of synagoge van Afrika? Ligt in het Tunesische Djerba, de oudste kerk of moskee of synagoge van Afrika? Welke van die drie? Kerk, moskee of die derde? Ja, deze vraag kan ik jammer genoeg niet voorlezen. Ik ga het toch proberen. Wat betekent zo'n punt, komma, streepje en zo'n hekske? In e-mailtaal. Dus ik herhaal. Wat betekent punt, komma, streepje, hekske in e-mailtaal? Welke, ik ga het ook proberen als ik deze video aan het editen ben. Ga ik ook proberen die afbeeldingen eens even erbij te halen wat ik over bedoel. Oké. Welke planeet heeft een rode vlek die 3 keer de diameter van de aarde heeft? Welke planeet heeft een rode vlek die 3 keer de diameter van de aarde heeft? Welke wielrenner wordt ook wel de Leeuw van Vlaanderen genoemd? Welke wielrenner wordt ook wel de Leeuw van Vlaanderen genoemd? Mensen, veel succes. En morgen weten jullie dus de antwoorden. Bij deze. Dus ik zal zeggen, ik ga nu de vlog van Bea in elkaar steken. Ik ga nu ook nog de vlog van mij in elkaar steken. Dat moet nog allemaal gebeuren. Ja. Wat? Versta haar niet. Die foto van Mega is opgenomen. Ja. Moet die ook op Mega zetten of niet? Maar die staat toch al op Mega? Ja, dan moet je dat hier eens komen laten zien. Nou, ik wil eerst met papa bellen. Oké. Okay. Hallo kijkers, we gaan nu even naar Bea haar mama toe gaan. En ik ben weer al eerder weg. Nee. Ik heb niet meer gezeten en ben ik vlog. Oei. Zodat je dat ze het overkwam. Ja, sorry, hè, schat. Ja, ze was ook op haar gsm tot hoever dat ze al heeft gevlogd. Ja, okay. Waar ik allemaal in mijn vlog heb gezegd, omdat ik niet weet waar ik alles moet gaan beginnen nu. Ah, oké. Okay. En nu ga ik nog één ding gewoon iets doen. Dat was modderik. Ja, mondspoeling. Ja, ook doen. Mag ik? Mhm. Mm-hmm.
Zosa. Mondspeling gedaan, nu kunnen we vertrekken naar haar mama toe. Nu weet ik nog niet meer op zat. Was je nu weer al aan het kijken op uw gsm? Jammer, dat doe ik maar in een auto dan. Ik ben nu bij mijn stadje Noordwijk. Hoort je het? Allee, tot ziens. We zijn even bij bij haar mama geweest. En nu gaan we even terug richting mijn appartementje toe. Straks nog even in een lekkere, dat is lang geleden, macaroni met kaas en hes maken. En ja, hier is mijn schatje. Hi. Alles goed nog? Ja. Alleen nog wat moekjes, hè, zie ik. Ik voel me niet goed. Oei. Het gaat wel goed met mij, maar het komt door mijn ontsteking dat ik me niet goed voel. Ah, oké. Voilà, bij deze weten jullie dat. Oei, ik moet wel aan de andere, via de andere kant instappen. Want ik moet altijd langs deze kant zo de wagen in. En als je in de wagen zit, voor terug uit te komen, moet je langs die kant uit. En dan langs de achterkant zo omgaan, voor ergens er naartoe te gaan. Voilà, jullie hebben weer al een verkeersles gekregen van mij. En nu nog proberen voor de bus in te stappen. Gaat dat nog lukken? Jawel, kijk maar. De bus is nu pas daar. Voilà. Bij deze weten jullie dat ook weer al. Tot straks. Yo. Oh mensen, we gaan eens de vlog afsluiten. Ja. Nu bij jou. Ja, wij gaan de vlog afsluiten. En ja, we zijn met twee video's bezig nu. Ja, zowel voor mijn vlog. Als voor mijn. Goed gezegd, schat. Dus heel veel bedankt om te kijken naar onze levensstijl weer al. En wat gaan we nog doen? We gaan Enzo Knol kijken, Stuk TV kijken en dan... Misschien ook nog eens een Enzo Knolletje kijken. En dan gaan we nog weer wat verder zien, nog wat filmpjes kijken. Ja. En dan gaat het ook alweer al richting 9 uur en al zijn. Dus dan, gaat het ook al, dan gaan we het ook ons weer al wat rustig houden. Dus dat betekent dat we dan hier ook mee gaan stoppen met vloggen. Ja, goed. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Ah, wel mensen, ik ga dat dus aan haar laten overdoen. Voilà, ik ga hier staan. Dus, nogmaals, vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren. En op het belletje te drukken, dan blijven jullie op de hoogte wanneer een video van ons online komt. Goed gezegd, schat. En ik ga ook al in jouw vlog zeggen, en dan ga ik ook integraal in mijn vlog zeggen... je gaat ook een aparte pagina krijgen op mijn website op www.psychotv.be. Oké. Okay. Dus waar dan ook jouw video's ook allemaal dan te bezichtigen valt. Want dan ga ik daar een playlist van maken, van die pagina. Ah ja, dat is goed. Voilà, bij deze weet je dat. Ook de kijkers van PsychoTV en jouw kijkers. Yay! Dus tot de volgende! Doedels! En bij mij is het ciao!